in september zijn we met Portagora en met een paar jongeren ook in Italië geweest om verder te vergaderen over de plannen. En nu zijn we dus in Tilburg, nou is het half november. En nou zijn twee jongeren uit Bosnië, uit Srebrenica hier, met Italianen en met Fransen. En met onze eigen Nederlandse Tilburgse jongeren. En die vergaderen deze paar dagen in Tilburg. Maar s'avonds moet er een beetje lol gemaakt worden. Nu moet je een beetje ontspannen. Dus wij staan nou ook zelf op de achtergrond met een jam sessie van Senna Casita met haar band. En de Bosnische jongeren, want dat zijn zelf ook muzikanten. Die hebben hier ook in de zomer opgetreden op Festival Mondial. En nu zitten ze voor het eerst samen en ze zijn gewoon aan het jammen en dat is fantastisch. En morgen gaan ze gewoon vrolijk weer verder, morgen vroeg leken nu met vergaderen. Om plannen te bedenken voor Srebrenica. Srebrenica heeft een groot probleem. Bosnië heeft een groot probleem. Er is heel erg veel armoede, er is heel veel corruptie. En de politiek internationaal heeft eigenlijk zijn rug toegekeerd aan Bosnië. En wij proberen met Portagora en met al die Europese stichtingen Srebrenica te helpen. En met name de jongeren, omdat de jongeren in Bosnië zelf de allerbeste ideeën hebben. Zij moeten eigenlijk weg uit Srebrenica omdat er voor hen niks meer is. Maar wij hebben jongeren leren kennen die zeggen wij willen blijven, wij willen eigenlijk onze regio beter opbouwen. Dus hebben we gezegd in de zomer, dan gaan we een soort Europees jongerennetwerk bouwen. En dan laten we die eigenlijk, de jongeren in Bosnië, helpen. En de Europese stichtingen die gaan daar omheen staan om ze backup te geven. Financieel en met advies en met netwerken en zo. Maar vooral, het gaat om de jongeren die samen plannen bedenken voor Srebrenica. En die plannen die gaan vooral over werkgelegenheid en over educatie. Wij staan er als organisaties eigenlijk omheen om te kijken waar hebben ze een steuntje in de rug nodig, hè? Waar kunnen we hun in faciliteren met onze contacten, met onze netwerken, want er is zoveel te doen in Srebrenica, in Bosnië, er is zo'n hoge nood. De projecten die Portagora doet in Bosnië en in Kroatië, dus onder andere die jongerenprojecten in Srebrenica waar ik het net over had, die moeten gefinancierd worden. En een groot deel van die projecten proberen we te financieren uit de opbrengsten van de kringloopwinkel en de Gorkestraat. We zijn ook op zoek naar subsidies natuurlijk en een subsidiebestrekker kan de gemeente Tilburg zijn. De gemeente zegt je moet je doelen koppelen aan de nieuwe VN Millennium doelen. En de bedoeling is dat we dus met alle andere Tilburgse organisaties die iets doen op het gebied van de millenniumdoelen, eigenlijk samen kijken hoe de subsidies die de gemeente beschikbaar stelt, hoe die verdeeld moeten worden. Ja.